Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze video. Dit is nou zo'n video waarvan je denkt, moet ik hem maken, moet ik hem niet maken? Maar ik ga het toch doen. Om het even simpel uit te leggen, zoals de meeste mensen wel weten, die onze vlogs bekijken. Jordi heeft een darmafwijking. En dat betekent dat ik sowieso altijd spoelspullen in huis moet hebben. Maar omdat het nu slechter gaat, betekent dat ook dat ik de spoelspullen aan het gebruiken ben. Dus die gaan langzamerhand op. Omdat we elke maand al luiers bestellen bij dit bedrijf, hadden we zoiets van ja, we kunnen er weer mee wachten, maar dan is het weer apart en laten ze dat dan maar allemaal in één keer doen. Dus ik heb alles in één keer besteld, spoelspullen, luiers, alles. Nou was het sowieso al via dit bedrijf, dus ja. Bij ons wordt alles vergoed, van de luiers tot aan de spoelspullen, gelukkig. We hebben voor de luiers een aanvraag moeten indienen en die is goedgekeurd. Voor de spoelspullen hebben we dat niet hoeven doen. Daar ben ik gewoon goed genoeg verzekerd voor dat we in principe alles vergoed krijgen op de handschoenen en bakjes na. Maar ja, loop naar de Action en je hebt ze ook. Dus ja, in principe verder krijgen we alles vergoed. Ik heb in het verleden een video gemaakt over alle spoelspullen, hoe we die gebruiken. Daar probeer ik ergens een linkje van te doen en anders staat die in de beschrijving. Even een kleine disclaimer erbij. Ga niet zelfstandig aan de slag met spoelspullen of met een slang of wat dan ook. Douw niet zo alles in je... Doe dat niet. Als jij daarvoor hulp nodig hebt, ga naar een arts die daarvoor gespecialiseerd is. Doe het niet. Ja, dat is eigenlijk wat ik even wilde melden. En voor de rest, veel plezier met het kijken naar deze video. Ik doe het even hier in de gang uitpakken, want dan moet je met mesjes openen voorzichtig. En ik heb een suicide baby hier, dus laten we dat maar niet doen. Dit is de eerste gedeelte. Luiers. Deze luiers heb ik al vaker besproken. Deze is die Jordi heeft. Deze passen Jordi. Je krijgt namelijk een verwijzing voor deze luiers. En vervolgens moet je goedkeuring krijgen bij zorgverzekering of je ze vergoed krijgt. Nou, in dit geval hebben we dat gelukkig. Maar dat betekent wel dat je de juiste luiers moet kiezen, waardoor je weer een hele tijd vooruit kan. Omdat je een vergoeding krijgt voor een soort luiers. Het is niet zo dat als Jordi deze niet meer past, dat we naar de volgende maat kunnen. Want dan moet je een nieuwe verwijzing hebben. Dus deze luiers hebben wij toen gekozen. Deze passen perfect bij Jordi. Dus ja, het enige nadeel is dat hij 's morgens wel eens doorlekt. Maar ja, wat wil je na een nacht? Hè? Dus, maar daar is voor ons niet het probleem. Bij ons is echt het probleem dat, dat hij gewoon alle ontlasting en alles wat opvangt. Want overdag, ja, hebben we daar eigenlijk geen last van. Dus ja, dit zijn dan de luiers. Wat ik ook altijd doe is, ik zet alles op de trap. En iedere keer als ik naar boven moet, neem ik een hele zooi mee. Een hele hoop. En dan, ja, heb ik in ieder geval alles uiteindelijk boven staan. Er zit ook altijd, ja, dit bij. En dan zit er een doos in een doos. Leuke woordkamp. Dus je hebt af en toe meerdere dozen. Het is meer werk voor Niels. Niet voor mij, maar voor Niels. Hier zitten ook luiers in. Luiers. Wat hierin zit, dat is het vloeistof. Je kan ook met water spoelen. Alleen onze ervaring met Jordi, dat is echt per persoon verschillend wat het fijnste is hoor. Per persoon is het gewoon echt de vraag van wat is prettig voor het kind of mens. En hier zit de zoutoplossing in wat we bij Jordi gebruiken voor te spoelen. De reden dat wij zoutoplossing gebruiken is dat het voor Jordi prettiger is. We verwarmen het een beetje, zodat het niet, zeg maar, als koud zo in je darmen komt.
echt, het is echt maar handwarm als we het gebruiken. Dus het is ongeveer lichaamstemperatuur. Dus dan is het niet zo onprettig. Maar dit is voor Jordi fijner om mee te spoelen. En die heb ik ook weer 2 dozen. Hier zitten koffers in. Dit zijn, stel nou dat je hem aan het spoelen bent. We gebruiken heel soms een luier, maar we gebruiken ook heel vaak dit. Stel nou dat je aan het spoelen bent en ja, je wil je werkplek in principe gewoon steriel, schoon, netjes houden. Leg je deze neer. Ik heb nog van mijn bevalling, heb ik ook nog uit het zwangerschapspakket gehaald. Die zijn groter, maar hier zitten er 50 in, zo te zien. Hier zitten er 50 in. En deze, ja, dit is gewoon super fijn om Jordi zijn kont op te leggen. En dat als je met spoelen bent, al het overtollige vloeistof wat je niet opvangt, want af en toe zet hij er druk op, komt dan hierop en dan hou je je werkplek toch schoon. Want ja, je hebt het wel met poep te maken. Het is gewoon niet prettig om alles helemaal weer te moeten desinfecteren, zoals ik heel vaak ook doe als hij, bij wijze van spreken, poept terwijl we het niet doorhebben. Want ja, ik heb natuurlijk meerdere kinderen die ik daar ook verschoon, dus ik wil daar gewoon altijd schoon hebben. Dus vandaar dat ik deze er ook bij heb. Heel belangrijk ook om gewoon je werkplek echt schoon te houden. Ik noem het werkplek, maar ja, je bent op dat moment ook echt gewoon bezig met, je moet het even doen, zeg maar. Het is niet zo van, hé, we gaan het doen, gezellig, leuk. Nee, dat is het absoluut niet. Ik heb zoete olie bij besteld. Dat is heel prettig voor Jordi. Je kan ook een slaolie of zo gebruiken, maar die is toch wat stroever. Deze is iets fijner in gebruik. Je doet je canule erin. We hebben zo'n staafje. Ik desinfecteer die altijd dus. Dan kan ik die erin doen. Dus dat betekent dat het altijd gebruikt wordt in principe. Daar doe je het in en dan kun je het inbrengen. Dan schuurt het niet. Dan heb je toch een soort van glijmiddel, om het even zo te zeggen. Heel belangrijk dit. Heel belangrijk. Wil je geen haarscheurtjes in de anus krijgen of wat dan ook, moet je iets hebben om het in te glijden. Nou, daar is dit dus heel belangrijk voor. Spuiten. Meestal gebruik ik er 2 of 3. Ik vul ze allemaal. En meestal, omdat ik zeg maar dan in 1 keer heel veel vloeistof erin krijg, kan het beter inwerken. Dus dan spuit ik er 3 in. Laat ik het eruit lopen. Of ja, heel even werken, inwerken natuurlijk. Maar dan staat er intussen al zoveel druk op bij Jordi, dat hij het al zelf eruit begint te werken. Dus dan laat ik het los. En dan vervolgens, ondertussen dat je het los aan het laten bent, doe ik gauw 2 spuiten vullen weer. Want je hebt aan het einde van de canule die je dan gebruikt, canule heb ik ook besteld, aan het einde van de canule zit dan, ja, daar zit de ontlasting aan. En dan meestal gebruik ik, als er ontlasting aan zit, nog maar 1 spuit. Zodat ik uiteindelijk maar 1 spuit weg hoef te gooien. En dat ik die andere 2 de volgende keer weer gebruik. Dat is gewoon een, je wil niet zeg maar, weet ik het, hoeveel spullen moeten gebruiken om, ja. Je gaat de zorgverzekering namelijk zeuren dat je te veel spullen gebruikt. Dus vandaar dat we het op die manier moeten doen. Ze hadden Niels gebeld dat we andere canules nou kregen, omdat die we normaal hadden niet meer op voorraad waren. Volgens mij zijn dit dezelfde gewoon hoor. In ieder geval, het is een ander merk. Maar verder is het hetzelfde. Ik had nog canules liggen. Maar dit zijn de canules. Hier heb je een rood tutje. Daar spuit je eigenlijk in principe alle vloeistof in. Hier zitten gaatjes in, waarbij je in de anus het vocht in kan brengen natuurlijk. En ja, hoe diep die erin gaat, daar ligt er maar net aan hoe erg de opstopping is.
Ook daarbij hoe goed je er doorheen komt, want voel je weerstand, moet je gelijk een stukje terugtrekken. Soms is een darm net iets aan het verwerken of wat dan ook, waardoor je er niet helemaal goed door kan. Dus soms moet je er al spuitend je eigen doorheen werken. Het ligt er maar net aan hoe stevig zo'n ontlasting is op die plek. En of die natuurlijk een opstopping heeft of ja, hoe je het ook bent of keert. Deze heb ik ook besteld. En ja, ik hoef hier niks meer over uit te leggen, toch? En dan is dit de buit die we hebben binnengekregen. Zo. En dit is de buit die we hebben qua oud papier. En Liam is weer in de loopwagen gekropen. Jordi zit daar en Sam ligt lekker te spelen. Nou, dit was dan weer de video. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd. Mocht het niet zo zijn, stel gerust je vragen onder in de video. Brand los, vraag dingetjes. Misschien dat we er wel een extra video van moeten maken, wie weet. En reageer onder in de reacties. Ik ga niet om likes of zo vragen, doe ik allemaal niet aan, vind ik allemaal niet. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende!